Hey, hallo allemaal. Hartelijk welkom bij Reisvlog van week 27. Ik doe het deze keer even alleen. Lianne die is nog bij de caravan. Maar kijk eens. We zijn in Bled. En we zijn vandaag aangekomen. Maar daar gaat de weekvlog niet over. Deze weekvlog gaat nog over Sarajevo in Bosnië. Wat ook een hele mooie stad was. Veel gezien. Charmante stad ook. Met treurige dingen. Ja, de Balkanoorlog, kogelgaten in huizen, Tunnel of Hoop. Maar ook de Olympische Spelen 1984 zijn er geweest. En daar hebben we ook wat dingetjes van gezien. En zoals het nu is, is Sarajevo ook heel mooi met de bazaar en de Koperstraat. En wij vonden het echt heel leuk. Maar goed, ook nieuwe abonnees. Top dat jullie er zijn. Leuk. En ook bedankt weer voor alle lieve reacties. Dat blijven we gewoon heel leuk vinden. Maar goed, heel veel kijkplezier. En tot de volgende keer. Doeg. Lianne, waar zijn we naartoe? Waar zijn we naartoe aan de wandel? Ik weet niet, we wandelen gewoon lekker door het bos en we zien wel wat we tegenkomen. Oh ja, en waar zijn we? In? Sarajevo. Sarajevo. Nou, dan gaan we even kijken waar we naartoe wandelen dan. Yes, we zijn er. En wat hebben we hier? De bobsleebaan. Van 1984. Ja. Tijdens de Olympische Spelen gebruikt in 84. Maar dus nu helemaal vergaan en er schijnt graffiti op te zitten. We gaan zo even verder kijken. Nou, wij lopen samen in de bobsleepbaan van 1984 in Sarajevo. Dus ik draai het beeld even om, dan kan je het even zien. Kijk, zo lopen we dus in de bobsleepbaan. Een hele gave drakenprint is gemaakt. Vorig jaar nog zie ik. Kijk, 2022. Eens kijken, mooi. We staan nu bij de start van de bobsleebaan gebeuren. En dan gaat er ook een kabelbaan naartoe. Nou, wij hebben gelopen naar boven. Dat was vanaf de auto 20 minuutjes. Maar je kan dus ook met de kabelbaan. Maar kijk eens. Hier beneden hebben we Sarajevo. En een fantastisch uitzicht. Nou, daar is de stad van de bobsleebaan. En hier beneden hebben we Sarajevo.
Nou, dit is dus de tunnel, heel laag ook, met een spoorlijntje. En dit is dus een klein gedeelte waar we doorheen kunnen. Van de originele tunnel. En we zullen zo even uitleggen het verhaal van de tunnel. Oh. 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 Kijk uit. Kijk, helm op mijn hoofd, helemaal gebukt moet ik. En volgens mij is die zo'n 200 meter lang, Rudolf is er al door. Dus het is wel lekker koud met 30 graden buiten. Lianne, waar zijn we? We zijn in de City Hall en de Nationale Bibliotheek van Sarajevo. Heel mooi gebouw, mooie kleuren, mooie oranje met blauw en mooi plafond. Dus laat me lekker zien. Thank you.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Rudolf wilde zo nodig naar het Olympisch Museum. Hé, Lian? En dat ligt natuurlijk weer op een heuvel. Dus dan moeten we aardig klimmen. Maar gaat vast goed. En we zeiden het al. Dan moet hij wel. Ja, 33 graden. Midden in de stad. En ook een klimmer. Maar we hebben net wel dunne kebab gehad, dus dan moeten we eraf. Moet wel heel mooi zijn. Way back a year ago. We're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. We staan nu naar een brug te kijken. En dat is deze. En op die brug is Frans Ferdinand van het Oostenrijkse Keizerrijk neergeschoten. En daardoor is in 1914 de Eerste Wereldoorlog ontstaan, schijnt. Dat is de aanleiding geweest. En dat is dus daar gebeurd.
zit hier in dit mooie wereld. Dus ik ga gewoon een dood zonde. Het is echt gewoon zonde. Zo. Dat staat een mooie, mooie plek. Ik heb ook allemaal bij auto's geparkeerd. Voor mensen die lekker een wandelen zijn en zo. Het is gewoon een en ander. We staan bij een verlaten hotel. Die gebruikt is bij de Olympische Spelen van Sarajevo 1984. Het is wel heel bijzonder, want hier tegenover, je kan het vanaf hier niet zien trouwens, maar zit de grote berg waarop nog steeds geskiet wordt in de winter. Dat wordt nog steeds gebruikt. Maar dit hotel heeft de tand des tijds niet doorstaan. En aan de andere aan de weg van het hotel waar we net waren, daar staat dan een soort gedenkplaats met mensen die overleden zijn. Met borden of schilden van mensen die tijdens de Balkanoorlog overleden zijn. Een stukje terug op de weg zagen we ook zo'n monument. Zagen we dat ook staan. Oh, daar verderop staan allemaal namen, joh. Oh ja, laten we er even heen lopen. Nou, we zijn nu bij het monument. Wat allemaal met namen. Met allemaal namen. Ja, het is allemaal namen. Ik ga ervan uit dat dit allemaal overledenen zijn. We staan nu bij de Olympische skischansbaan van Sarajevo uit 84. En die zit daar zo. En dan sta ik op de plek waar het publiek zeg maar stond. Nou, er zit links ook nog een stoeltjeslift. Die is nieuw. En daar kun je dan mee naar boven. En dan schijn je weer heel mooi uitzicht te hebben. We gaan kijken of we met de auto daar nog kunnen komen, maar ik ben er bang voor. Nou, zoals we net vertelden, zitten we dus nu bij de skischans van Sarajevo 84. En daar werden natuurlijk ook de prijsuitreikingen gehouden. En dat gebeurde hier. Op deze plek. Maar helaas, wat hier ook gebeurd is, is tijdens de Balkanoorlog zijn hier geen medailles uitgereikt. Maar hier zijn gewoon mensen geëxecuteerd. Dus dat is wel weer de andere kant van het verhaal. De kogelgaten hebben ze trouwens onlangs weggehaald, dus die kun je niet meer zien, gelukkig. Maar dat is hier wel gebeurd. Je kan het nog wel zien als je waar het gestoekt is en zo. Oh. Als je dichtbij bent. Maar als je nu goed kijkt, dan zie je dat het weggestukt is. Waar de kogelgaten nog zaten, voor zover dat van belang is. Thank you.
Goedemorgen allemaal. Ik sta bij camping Sarajevo. Bij Sarajevo in Bosnië. Leuke camping. Als je hier naartoe wil, volg dan niet Google Maps, maar echte bordjes van de camping. Want dan heb je een goede route te pakken. En anders kom je midden op een industrieterrein uit, smalle weggetjes. Maar wij zijn gelukkig goed gereden. Als je dan vanaf dit bord de camping oploopt, dan zie je daar de receptie en een overdekte ruimte waar je lekker binnen kan zitten. En dan heb je plekken aan de linkerkant met gras. En je hebt plekken aan de rechterkant. En daar staan wij helemaal in het hoekje. En ik zal straks vertellen waarom. Hier heb je heerlijke plekjes op het gras. Niet zo heel veel schaduw. Er loopt een watertje rechtslangs, maar daar kan je niet in. En hier achter heb je ook allemaal nog plekken op het gras. En daar stond van de week een hele grote groep vanuit Duitsland. Met allemaal vrachtwagencampers. Dus die gingen hele andere routes rijden dan de normale weg. Hier heb je ook gelijk het sanitair. Twee douches, twee toiletten voor zowel dames als heren. En gewoon heel goed voor elkaar. Lekker warm, goed schoongemaakt, goed geregeld. Nou ja, wij staan hier helemaal in de hoek. Op de grind is misschien wat minder lekker. Maar aan de andere kant, wij waren er wel blij mee. Want we hebben dus 's ochtends zon van de druivenstruiken en boompjes die hier staan. En dan gaat de zon over de caravan heen. En dan hebben we schaduw van de caravan. Het is een lekker plekje. Direct ook aan het water. Ik loop er even naartoe. Maar zoals gezegd, daar kan je niet in. Al met al, leuke camping. Wel prijzig. Er zit toch bijna aan 60 mark. Wat 30 euro is. Dat is wel iets te duur eigenlijk voor wat er geboden wordt. Maar ondanks dat, toch een groene smiley. Je bent vanaf hier heel snel in de stad, half uurtje. Verder heel erg rustig, goed bewaakt. Eigenaar spreekt Duits. Dus fijne camping. Nou, dit was alweer het einde van deze reisvlog. Het einde van deze week. Dus allemaal hartelijk dank voor het kijken. We hopen dat je het weer leuk hebt gevonden, deze keer over Sarajevo. Volgende week gaan we door naar Bosnië, een andere plaats nog. En dan naar Slovenië. Dus dat zie je volgende week. Maar goed, mocht je het leuk vinden, geef een duimpje. En reacties vinden we hartstikke leuk. En ben je nog geen abonnee, druk op die knop. En word gratis abonnee en reis met ons mee. Nou, tot de volgende keer. Doeg. Hallo, we zijn weer onderweg naar iets. Lopen jullie weer even met ons mee? We gaan nu naar de bobsleebaan van Sarajevo. Deze bobsleebaan is gebruikt in de jaren 80 en 1984 tijdens de Olympische Spelen die hier zijn gehouden. En is nu helemaal vervallen. Daar gaan we nu naartoe wandelen. Hé Lian? Ja, Rudolf. Yo.